Jocko. Vervoerhouten.nl. Ja. Wat kunnen we hiermee verwachten? Vervoerhouten is een initiatief van Louise de Ruiter van Kidslots, die voorheen het vervoer verzorgde van senioren. En in samenwerking met de ouderenbonden en de Stichting Gehandicaptenbelangen, ja, hebben we met elkaar de koppen bij elkaar gestoken en is Vervoerhouten opgericht. En Vervoerhouten vervoert senioren en mensen met een beperking, maar ook even mensen die bijvoorbeeld vanwege een gebroken been even niet meer kunnen fietsen of kunnen lopen. U kunt telefonisch melden, 's ochtends tussen 9 en 12, maar vanaf de 21ste november van 9 tot en met 3 uur. 24 uur van tevoren. U kunt proberen dezelfde dag, maar dan heeft u kans dat u misgrijpt, want dan is hij besproken. Ik moet zeggen dat het al heel succesvol is. We hebben in 4 weken tijd inmiddels 233 ritten gehad. En we hebben ook al een paar keer nee moeten verkopen, omdat de kar gewoon vol zat. Dus wat dat betreft denk ik dat we voorzien in een behoefte. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen, zeg maar, die zelf niet meer kunnen fietsen of niet meer kunnen lopen, in deze mooie fietsstad toch mobiel blijven. En dat haalt ze ook nog uit een stukje uit een isolement. Want het is ook nog eens een keer heel gezellig. En het leuke is dat er mensen instappen en die moeten soms een stukje meerijden, omdat we ritten moeten combineren. En die komen bijvoorbeeld in Houten-Zuid en dan zeggen ze, ben ik daar nog nooit geweest. Dat vind ik dat leuk. Dus het heeft ook nog een hele sociale functie. En wij zijn er gewoon blij mee dat het functioneert, dat het rijdt. En we hopen zelfs op niet al te lange termijn, omdat het zo druk wordt, zelfs de mogelijkheden te gaan bekijken voor een tweede kaart. Vervoerhouten wordt volledig gerund door vrijwilligers. Zowel het bestuur als de chauffeurs en de telefonisten zijn belangeloos bezig om gewoon onze medeburger te kunnen vervoeren. En we zijn heel blij en heel trots op alle vrijwilligers.